Yo mensen van West Games, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe serie op mijn kanaal. Vandaag gaan we Tekken doen. En waarom ga ik Tekken doen? Ik heb in een aantal video's gevraagd aan jullie of jullie series willen achterlaten. Omdat er best wel wat series zijn afgevallen op mijn kanaal. En sorry. Uit die series die jullie hebben opgegeven is Tekken gekomen. Want Tekken heb ik gewoon zo vaak voorbij zien komen. En dat, volgens mij vinden jullie dat ook gewoon echt leuk. En ja, daarom gaan we Tekken doen. Zoals jullie in mijn inventory zien heb ik al best wel wat spullen. Dat komt omdat ik voordat ik in deze, aan deze serie wou beginnen ben ik al een keer begonnen. Maar toen viel mijn fraps op de een of andere kut manier uit. En dat vond ik gewoon kloten. En ik heb op deze wereld heb ik zo'n vette plek gevonden waar ik een huisje of zo wil bouwen. En daarom ga ik niet uit deze wereld. En die plek die zit hier. Dat is in deze, het ziet er nou niet leuk uit. Maar dat zit hier gewoon in dit bergje. Wat ik wil doen, even dit weg. Is een ondergronds, een soort underground base maken. Dus gewoon ergens in een berg of zo hieronder. En dat gaan we doen. We gaan hier gewoon ver naar beneden. En dan gaan we daar gewoon vet grote kamers maken en zo. En hierboven komt ook nog van alles. Maar dat komt later pas. Maar ik denk dat we gewoon gaan beginnen met die, oh damn. Sorry dat ik lag hoor mensen, maar daar kan ik echt niks aan doen. Oh man. Dit is zo klote. In Minecraft kun je dan zo slepen als je de muis op je kan houden. Mijn tech, het kan er niet meer, dus dat is echt gewoon vervelend. Daar moet je echt even aan wennen weer. En ook die default tech pack heb ik geen andere even. Even kijken, options. Waar staat het hier? Staat het hier niet meer bij? Oh hier. Oh, fuck dat. Oké, jongens, geen tech pack. En mijn tech, het hangt. Kom op. Oh, echt zorgen voor de lekker, maar daar kan ik echt niks aan doen. Dat is echt gewoon een probleem bij mij hier thuis. Ligt gewoon aan mijn internet. Maar vandaag gaat het niet zo'n hele lange aflevering maken. Want ik wil dit eigenlijk buiten de opnames gaan doen. Omdat dit gewoon niet zo heel erg echt belangrijk is. En oké, dit is even genoeg voor nou. Even om stone tools te maken. Zo, even eerst zwaard, belangrijk. Sticks. Zo. Die hebben we ook gemaakt. Dan gaan we even deze kool pakken hier. Kool hebben we ook nodig. En ik heb eigenlijk, ik zal even een beetje gaan praten. Ik heb geen doel eigenlijk in deze Tekken serie. Ik wil echt gewoon zo ver mogelijk komen dat ik echt gewoon een fabriek heb en zo. En ik ga sowieso een koekjesfabriek maken natuurlijk, want koekjes zijn baas. En er komt in ieder geval van alles. Het wordt ook echt een serie die lang doorgaat. En misschien later, als ik er zin in heb, komen er meer mensen bij zoals Daan, Bram. Want wat ook veel mensen vragen is waarom Daan en Bram niet opnemen. Dat heb ik ook al een paar keer uitgelegd. Dat komt omdat Daan en Bram het de laatste tijd heel erg druk hebben. ik en Bram die doen best wel vaak League of Legends. Dus ze hebben wel soms wel eens wat tijd. Maar ze hebben ook volgens mij, weet ik precies, misschien wel geen inspiratie of zo. Het kan. Maar daarom wil ik ze jullie vragen. Willen jullie League of Legends op mijn kanaal zien? Gewoon soms tussendoor, zodat het een beetje Minecraft en League of Legends dus gemixt is. Want soms afwisseling, dat is ook leuk. Want als ik nou alleen maar Minecraft doe op mijn kanaal, dan krijg ik alleen maar mensen op mijn kanaal die Minecraft willen zien. Maar als ik nou League of Legends ga doen ook, dan krijg ik dus een beetje gemixt publiek. Dan trek ik meer kijkers, want ook veel mensen vinden ook League of Legends leuk. Ik zelf ook, ik ben er ook een fan van. Mag je heel eerlijk weten. Maar het zou dus fijn zijn als jullie daar of ik daar jullie mening van mag weten. Zijn hier League of Legends fans die dat graag willen? Ik weet van een paar mensen die ik al op Skype heb, weet ik dat ze heel graag League of Legends en zo doen. Dat ze het doen en dat ze hoog zitten en zo. Dus waarschijnlijk willen die het wel. Maar ik heb het over de mensen die ik dus niet ken. Dus echt gewoon hoe leg je dat uit? Ja, gewoon de mensen die ik niet in het real life ken en zo. Maar we gaan even door met hout hakken. Want we gaan daar verder aan de gang. Dat is misschien wel het best. Sorry dat ik niks weet te vertellen ofzo, maar ik heb al zo lang niet opgenomen. Het is echt, ik heb in 2 weken 2 video's geüpload. Want ik had een update video gemaakt laat. En daarin vertelde ik dat ik dat ik dus geen internet had en zo, dat ik daardoor niet kon opnemen. Maar nu neem ik weer een week niet op. En dat komt omdat ik nou, hoe heet dat? Met jullie kennen misschien wel, ik denk het wel, Steez aka Kai, ook al Isaac. Ik zit bij hem in de Civ in Civcraft. Ik weet niet wie die serie kijkt. Als je trouwens die serie kijkt, laat het even achter in de reacties. Zou wel vet zijn als jullie mij daarvan herkennen. Daar zit ik in. En we hebben best wel veel haters tegen ons, omdat we bij Kai zitten. Want de mensen in Civcraft zeggen dat wij de
weet dat de community aan het verpesten zijn, dat is helemaal niet waar. Dus als je op Civcraft zit en iedereen begint je uit te schelden van dat jij, omdat jij fanboy van Kai bent en je begint de community te verpesten, niks van aantrekken, dat is allemaal helemaal niet waar. Er zijn gewoon van die haters die het tegen ons kunnen opnemen. Maar daar worden wij dus heel vaak aangevallen. En wij moeten daar dus ook best vaak online zijn. En daarom heb ik dus gewoon bijna geen tijd meer om zelf op te nemen. Maar daarom ga ik nou ook veel tijd maken voor mezelf. Want ik zit nou echt gewoon in Noorlife op Civcraft. Ik ben aan het minen de hele tijd. En ik ben met armor en zo bezig. Want op Civcraft. Civcraft jongens, echt veranderd. Als je dat ooit hebt gespeeld. Ik raad het aan om het nog eens te gaan kijken. Want het is zo erg veranderd. Het is zo moeilijk ook geworden, joh. Nou heb je allemaal materials. En je hebt... wat heb je nog meer? Volgens mij geen nieuwe gebouwen. Jawel, je hebt een nieuwe capital. Als je begint met je Civ. Dat kost nou 100.000, was eerst 15.000. En je moet ook allemaal materials voor hebben om shift te maken, jongens. Sorry dat ik hierover praat voor de mensen die het niet snappen. Ik zal hier nou over ophouden. Om een shift te starten, moet je 14 gold blocks hebben of zo. Keiveel diamond blocks en een stuk of 100 nog wat slimes. Slimeballs. Dus daar ben je echt lang mee bezig. Maar ik ga nou ophouden over Civcraft, want het is echt niet zo belangrijk. Ik ga hier bij de aflevering afsluiten. Ik heb niet veel meer te doen. Ik ben een beetje doelloos iets aan het doen nou. Ik ga hierna meteen weer een nieuwe aflevering maken. Nadat ik even heb voorbereid deze keer. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vinden. Ik zweer jongens. Ik ga binnenkort echt dingen doen. Want nou ben ik echt alleen maar een gangetje aan het graven. En ik heb daar wel hout gehakt. Niet echt speciaal om naar te kijken. Dus ik hoop dat je nu nog aan het kijken bent. En dat je hem niet hebt weggeklikt ondertussen. Het zou echt kut zijn. In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat ik jullie de volgende keer weer zie. Geef deze video een like als je tech het leuk vindt. Ben je niet geabonneerd op mijn kanaal, abonneer dan even. En zet hem in je favorieten, want dat helpt mij heel erg. En dan zie ik jullie allemaal weer de volgende keer bij tech het. Letters.